Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van september laten zien. Ik heb een mandje er weer bij gepakt en ik ga met jullie gewoon even doornemen wat voor producten hierin zitten en waarom ik ze dus fijn vond. Als ik zo kijk, zit er best wel wat in. Mocht jij benieuwd zijn naar de producten die in het mandje zitten en die ik dus heel erg fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk vooral gezellig mee met deze video. Ik begin even met een Quick Dry Nail Spray. Deze komt bij de Action vandaan. En dit is dus zo'n spray die je over je net gelakte nagels kunt sprayen. En dan worden ze dus sneller droog. Je moet hem op 15 centimeter van je nagels afhouden. En dan spray je er gewoon wat op. En dan binnen een minuut is het droog. Ik vond de geur heel aangenaam, want hij ruikt heel erg lekker. Hij heeft gewoon eigenlijk zo'n verstuiver waar dus eigenlijk een prima hoeveelheid van de spray uitkomt. Het voelt heel koud aan, maar komt ook omdat het in een aluminium bus zit. Ik sprayde dit eigenlijk gewoon op mijn nagels nadat ze gelakt waren. En ik merkte vooral dat ze stofdroog waren. Ik durfde niet gelijk al van alles te gaan doen hierna. Maar ik merkte wel echt dat dit hielp. En dat mijn nagels echt veel sneller droog waren als dat ik ze normaal aan de lucht laat drogen. Dus ik vind dit wel echt een aanradertje te koop bij de Action. Volgens mij is die €1. Dus hele fijne nagelspray. Mocht je daarna op zoek zijn, zeker een aanrader om eventjes na te kijken bij de Action. Dan heb ik van Essence een Hydrating Glow Multi-Use Spray. Dit is een spray die je kunt gebruiken voor je haar, je gezicht en je lichaam. Er zit kokosnootwater in. En hij is vrij van alcohol en olie. Je kunt deze ook gebruiken als basis voor onder je make-up, zeg maar. Dat je eerst je gezicht eventjes inspreekt met deze spray en dan je make-up aanbrengt. Maar je kunt hem ook gebruiken als fixing spray. Ik heb hem al even voor mijn gezicht gebruikt. Ik vond hem wel heel fijn. Hij ruikt heel lekker. Ook deze heeft een fijne verstuiver. Heeft echt een lichte kokosnootgeur. Dus dat was wel heel lekker. Maar je ziet de glow eigenlijk niet. Dus als je hem echt zou willen hebben vanwege de glow die hij zou geven, dat doet hij niet. Maar omdat hij mijn make-up wel heel mooi liet zitten. En ik zag wel dat mijn make-up ook wel wat egaler nog werd, zeg maar, na het aanbrengen van de spray. Vond ik hem wel heel fijn, ondanks dat die glow dus ontbreekt. Maar hij ruikt dus gewoon echt heel lekker naar kokosnoot. Dus deze vond ik ook heel fijn. Ik merk dat ik vooral veel essence erin heb zitten. Dan heb ik hier drie liploden. Dit zijn de Plumping Lip Liners. De Max Plus Max Lip. Deze zijn van Catrice. Dat zijn deze potloden. Hier zit dus ook een soort van menthol in. Dat merk je ook als je het aanbrengt. Daar moet ik persoonlijk zelf wel eventjes aan wennen. Maar daardoor zouden je lippen dus wat voller lijken. Ik heb hem alleen gebruikt als lipliner. Dus dan zie je er sowieso niks van. Maar zou je lippen er helemaal mee inkleuren, zou het kunnen zijn dat ze wat voller worden. Maar dat durf ik dus niet te zeggen. Aan de achterkant zit, als je die kun je er aftrekken, dan krijg je een puntenslijpertje. Waardoor je de punt wat beter kunt slijpen. Maar het zijn hele fijne potloden die heel fijn aanbrengen. Ik heb hier allereerst de kleur 090 Dueled One. Dat is dus deze. Ik zal ze even swatchen. Ze hebben dus van dit soort puntjes. En daarmee kun je het aanbrengen. Ze voelen heel smooth aan. Ze glijden echt als het ware gewoon over je lippen heen. Dus dat is allereerst dan deze. Dan heb ik hier de kleur 070 Berry Bash. Heel mooi kleurtje ook. Ik heb hier zelf gewoon bij passende lipsticks bij gezocht. Ik zag trouwens net dat het puntje van die andere een beetje gebroken was. Maar hij hoort eigenlijk er zo uit te zien. Die ziet er zo uit. Dat is de tweede. Maar het is gewoon heel fijn dat ze echt zo heel makkelijk over je lip glijden. Ik moest alleen wel eventjes wennen dus aan het geurtje die eraf kwam. De laatste kleur die ik heb, dat is de 080 Press the Hot Button. En dat is een mooie rode kleur. Ja.
Deze is nog weer ietsje scherper, zoals je kan zien. Die ziet er zo uit. Dat is de derde. Hele fijne lipliners. Alleen je moet even houden van die menthol die erin zit. Maar ik was wel heel tevreden over deze. Dan heb ik hier drie lipsticks. En deze zijn van, moet ik eventjes goed kijken, Maybelline. Deze komen bij de Action vandaan. En als je ze bij de Action koopt, zitten ze dus in zo'n verpakking. Normaal gesproken, als je ze gewoon bij de drogist koopt, liggen ze gewoon zonder verpakking in de winkel. Dit is ook niet de officiële verpakking die er normaal omheen hoort te zitten. Maar bij de Action verkopen ze dus in dit soort verpakkingen. Nou, ik heb hier allereerst de 275 Cayenne Craze. Dit is een satijnen lipstick. Deze heeft een mooie huls ook. Heel erg tof. Ze ruiken ook heel erg lekker. Deze lipsticks, ik heb er al vaker lipsticks van gehad. En ik vind ze zo'n lekkere geur hebben. Dat is dus allereerst deze kleur. Het is een mooie rode kleur. Ik kan eraan blijven ruiken. Zo lekker zijn ze. Ik heb hem hier eventjes geswatcht. Dat is dus deze kleur. Op de onderkant kun je trouwens altijd de kleuren zien. En dan zie je eigenlijk als het ware ook al een beetje wat de kleur zou kunnen zijn. Dus dat is die. Dan heb ik de kleur 130 Spicy Sangria en dit is een shine lipstick. Deze heeft dus weer meer een glans. Deze heeft een mooie roze huls, ook heel tof. Deze is weer wat schuiner afgesneden in combinatie met die andere. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Die heeft een vrij donker kleurtje. Ook deze ruikt weer fantastisch. Deze heeft een wat diepere kleur, zoals je kan zien. Ik vind het zelf wel heel erg mooi. Ik vind het gewoon echt prachtige kleuren. Dan heb ik de laatste kleur en hier staat een tekst op. Die staat namelijk op My Role Model. Dit is de kleur 80. Arousing Orange. En dit is ook een shine lipstick. Maar deze heeft dus, zoals je kan zien, een tekstje hierop staan. Vind ik wel heel tof. Was mij nog niet eerder opgevallen bij anderen. Ook deze is weer rond afgesneden. En dit is een mooie oranje kleur. Ja, die geur jongens. Ik hou ervan. Kijk, en deze is mooi oranje. Ik vond het zelf een hele leuke kleur. En het zijn gewoon hele fijne lipsticks die je mooi aan kunt brengen. Ze blijven ook echt wel mooi zitten op mijn lippen. Ik vind dit soort lipsticks altijd heel mooi. En het is gewoon leuk dat Action ze nu ook verkoopt. Eigenlijk voor een veel lagere prijs dan dat je bij de drogist zou betalen. Dus als je nou benieuwd bent naar dit soort lipsticks, kijk gewoon ook eens bij de Action. En let dan gewoon even op die verpakking. Want achterop staat dan waar ze van zijn, het merk. Dus dat is wel eventjes heel handig om te weten. Omdat ze dus in dit soort verpakking zitten. Maar ik ben heel blij met deze lipsticks. Dan heb ik van Catrice de Better Than Fake Lips Plumping Lip Primer. Deze komt in een doosje. Dit is een lip primer die een plumping effect zou hebben. Heeft de naam 010 Pump Up The Lips. En hij zit eigenlijk in zo'n verpakking. Het is eigenlijk gewoon ja, wel een opvallende verpakking. Hij zou bij mij wel echt opvallen in mijn stash. Deze belooft dus dat je lippen voller zouden worden, want er zit ook weer een soort van menthol in. En tegelijkertijd is het dus een primer voor je lippen. Heeft een standaard applicator. Hier kun je de mentholgeur heel erg in ruiken. Ik zal hem even swatchen. Hij ziet er gewoon transparant uit. Dus je ziet hem verder niet. Nou, ik heb hem aangebracht. Het resultaat van het plumping effect was wel vrij minimaal. Ik zag hier niet heel veel van terug. Ik zag heel licht dat mijn lippen iets voller leken, maar het was niet eigenlijk noemenswaardig. Als primer vond ik hem echter wel heel fijn, want hij droogt dus mat op als je hem aanbrengt. Dus je brengt hem aan, dat zou je ook kunnen doen als je bijvoorbeeld met je gezicht klaar bent, dat je alvast de primer aanbrengt voordat je aan je oogschaduw begint of wat dan ook. Dan heeft hij even de tijd om mat op te drogen. Daarna breng je er een lipstick over aan. Ik heb gekozen voor een liquid lipstick. En het werkte echt fantastisch. Sommige liquid lipsticks die hebben nogal de neiging om te gaan trekken. Omdat het
mat opdroogt, dat je lippen er heel droog van aanvoelen. Als je er dan zo'n lipprimer onder aanbrengt, werkt dat echt heel fijn. Dus ik was echt heel enthousiast, vooral als lipprimer. Niet zozeer vanwege dat plumping effect, want ik zag daar gewoon eigenlijk nagenoeg niks van. Of in ieder geval, het was heel licht. Maar als lipprimer is die echt fantastisch. Dan heb ik van Essence de Hello Good Stuff Primer Serum. En hier zit blueberry en squalane in. En dit is een Hydrate & Plump. Deze is gemaakt van 95% natuurlijke ingrediënten. Excuseer, mijn stem gaat er vandoor. Dat is deze. Hier zit geen microplastic deeltjes, mineralen, oliën, parabenen en siliconen in. Het is eigenlijk gewoon een heel fijn serum met een lichte textuur. Er zit ook glycerine in. En ja, hij hydrateert je gezicht eigenlijk heel goed. Hij zou ook plumpen, daar heb ik niks van gezien. Maar voor de hydratatie vond ik hem echt wel fantastisch. Hij voelde echt heel fijn aan. Ik ben dol op de producten van de Hello Good Stuff lijn. En hij heeft gewoon een, zoals je kan zien, een pipetje. Het heeft een beetje een melkachtige structuur als je hem aanbrengt. Maar je kunt hem heel erg lekker, ja, insmeren op je gezicht. Hij ruikt ook echt heel lekker. Ik heb hem even geswatcht, al zul je er niks van zien, omdat hij dus gewoon transparant is. Maar het is echt wel een heel erg lekker ja, serum om aan te brengen voordat je aan je make-up begint. Je kunt hem natuurlijk ook gewoon aanbrengen, maar ik vond hem echt wel heel erg fijn. Mijn huid is de laatste tijd best wel gevoelig, dus ik kan niet alles meer hebben. Maar omdat hier eigenlijk bijna geen ja, stoffen in zitten, is deze, vond ik deze echt wel heel erg fijn. Dus deze is ook zeker een aanradertje. Dan heb ik van Catrice een nagellakje. En deze komt uit de More Than Nude lijn. Deze zijn voor alle skin types. En dit is de kleur 13 To Be Conti Nude. Hebben weer zo'n dubbele dop zoals je gewend bent van Catrice. Ik heb hier meerdere nagellakjes van getest en dit was de enige kleur waarvan ik zei, oké, die vind ik mooi. Deze had echt wel een vrij goede dekking. De andere kleurtjes waren zo licht dat mijn eigen nagels er doorheen kwamen. Daar ben ik niet zo'n groot fan van. Deze bedekte mijn nagels wel echt heel goed. Twee laagjes was goed en dan had ik gewoon echt een mooie dekking. Deze had eigenlijk gewoon een sterke pigmentatie in combinatie tot vergelijking met de andere nagellakjes. Vond ik deze gewoon echt wel, ja, leuk kleurtje. De andere vielen me dus wel tegen, maar deze vond ik wel heel erg leuk. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van Essence. Dit is het I Like To Move It paletje. Dit is het paarse oogschaduwpaletje. Op de achterkant zie je ook de kleuren staan met bijpassende namen erbij. Dit zijn die paletjes die geïnspireerd zijn op bekende nummers. Dit is natuurlijk het LUM nummer I Like To Move It. Ik heb ze eigenlijk allemaal getest en ik vond deze ook wel weer heel fijn. Hij heeft een spiegeltje aan de binnenkant en deze kleuren. Het zijn wel kleuren waar je van moet houden. Ik zal ze ook even swatchen, zodat je even een idee hebt wat de pigmentatie is. Ik heb er hier even drie gepakt. Sommige zijn wat licht, zoals de paarse is wat licht, maar de andere zijn er wel weer wat donkerder. Ja, ik vond het wel een heel leuk paletje. Je kunt niet heel veel verschillende looks maken, maar je kunt er zeker wel een mooie ooglook mee maken. En als je een beetje creatief bent, kun je daar gewoon heel veel leuke dingen mee doen. Dus qua pigmentatie vond ik het wel een fijn paletje. Er zitten matte en shimmer kleuren in. Dus het is wel een ja, paletje wat divers is. Het zijn ook handige paletjes om mee te nemen als je ergens heen moet en je moet make-up meenemen. Zijn dit gewoon van die makkelijke paletjes omdat ze echt heel handzaam zijn. Ze passen gewoon in je hand. 6 kleurtjes. Dus ik vond het wel een heel leuk paletje. Dan heb ik 3 lipsticks van Maybelline. En dit zijn liquid lipsticks. Dit zijn de Superstay Matte Ink Liquid Lipsticks. Ik had er hier al eens eentje van geprobeerd, die vond ik zo fijn. Toen heb ik er later nog eens een paar bij gekocht en ik vind deze kleuren ook echt fantastisch. Er staan er namen op eigenlijk. Ja, ik heb hier de 118 Danger. Dat is deze kleur. Dit zijn van die liquid lipsticks die dus eigenlijk heel lang op je lippen blijven zitten.
Ik moet wel zeggen, ik heb ze ook getest in het weekend dat ik uit eten ging. Toen merkte ik wel dat echt na wat eten en drinken de kleur wel wat vervaagde. Toen heb ik hem nog wel weer eventjes bijgewerkt. Dus echt met eten en drinken kan het wel wat vervagen. Maar volgens Maybelline zouden ze dus echt zo blijven zitten. Nou, bij mij is dat niet helemaal gelukt. Maar oké. Okay. Hebben ook een hele lekkere geur. En ze hebben een pijlvormige applicator waarmee je dus heel makkelijk de lippen kunt inkleuren. Ik heb deze al eventjes geswatcht. Die ziet er zo uit. Mooie rode kleur. Fantastisch. Dan heb ik hier de kleur 20 Pionier. En dat is deze. Ook een wat donkerdere kleur. Maar ik hou hier wel van. Ik vind het gewoon echt hele fijne lipsticks. Die ik graag gebruik. Die heb ik ook eventjes geswatcht natuurlijk. Het wordt zometeen heel leuk om dit eraf te halen. Dat is deze. Die is nog net weer een tikkeltje donkerder. En dan heb ik de 170 Intiator. En dat is deze kleur. Die vond ik ook echt heel erg mooi. Die is wel intens, maar gewoon echt een heel mooi kleurtje. En die heb ik eventjes hier geswatcht. Jullie zien ze nu natuurlijk terwijl ze nog nat zijn. Normaal drogen ze mat op en dan blijven ze echt heel goed zitten. Kun je er wel gewoon je dingen mee doen. Maar net wat ik zeg, met eten merkte ik wel dat het wat vervaagde. Maar ik ben wel heel erg enthousiast over deze lipsticks. En even een tip, mocht je nou benieuwd zijn naar deze lipsticks, google gewoon even. Want ik zag dat ze bij heel veel winkels online nu voor de helft van de prijs zijn. Waardoor je gewoon echt een stuk minder betaalt dan dat je ze bij de drogist zou kopen. Dus als je nou interesse hebt in deze lipsticks, zou ik dat eventjes doen. Want dat is echt de moeite waard. En alles wat scheelt is weer mooi meegenomen, denk ik altijd maar qua geld. Dan heb ik drie producten uit een trendeditie van Essence. Dit is namelijk de Cute as Shell collectie. Ik heb hier allereerst een highlighter, dat is deze. Dit is de 01 Let Us Take a Shelfie. Een hele mooie highlighter en blush in één, want het heeft eigenlijk de naam blushlighter. Aan de binnenkant zit dus de blush en aan de buitenkant de highlighter. Ik vond het soms best wel lastig om een beetje aan te brengen, omdat het gedeelte van de blush is vrij aanwezig en de highlighter moet je een beetje omheen. Maar ik vind hem er heel mooi uitzien. Zoals je kan zien een heel mooi schelpje, want het stond echt een beetje in het teken van schelp. Ik zal hem even swatchen. Ik heb ze hier even naast elkaar aangebracht. Blush en highlighter. De highlighter zie je met swatch iets minder goed, maar die is in het echt echt wel heel erg mooi. Alleen het is dus jammer dat je niet zo'n heel groot gedeelte hebt om te dippen, maar ik vond het een hele fijne blushlighter. Dus hier was ik echt heel enthousiast over. Dan heb ik ook een Face Glowy Booster en dat is deze. Deze heeft de naam 01 Your Shell See My Glow. Dit is dus gewoon eigenlijk een product die je kunt aanbrengen onder je make-up. Die dus ook een lichte glow zou geven. Ik zag een heel licht glowtje, niet heel intens of zo. Maar ik vond hem vooral gewoon heel fijn. Hij werkt dus ook weer met een pipetje zoals je kan zien. Ik zal hem eventjes aanbrengen op mijn hand. En dan zie je eigenlijk al heel goed die glow. Zie je dat? Ik ga hem even een beetje... Zie je hem hier een beetje shine? Ik weet niet of het op de camera goed overkomt. Maar als je heel goed kijkt, zie je dus inderdaad echt een lichte glow erin zitten. Hij heeft niet echt een geur, maar ik vond hem gewoon heel fijn. Ook weer omdat ik dus, wat ik straks al zei, mijn huid is gewoon best wel droog. En ja, deze merkte ik gewoon echt van dat hij gewoon echt ook goed aanvoelde op mijn huid. Dus die vond ik ook heel fijn. En welke ik ook heel fijn vond uit die collectie, dat is de PH Reacting Lip Tint. En dat is deze. Deze heb ik in de kleur 01 Ready Show Glow. Althans, ik heb hem in de kleur, zo heet die eigenlijk, want hij was er maar in één kleur. Het is dus zo'n product wat reageert op de pH-waarde van je lippen. Ik kan hem wel eventjes swatchen, alleen je zult er niet zo heel veel aan hebben, aangezien ik nu geen pH-waarde in mijn hand heb zitten. Dit is de applicator, vrij groot. En hij ziet er dus zo uit, vrij lichtroze, maar hoe hoger de pH-waarde in je lippen, hoe hoger de kleur,
tot uiting komt. En bij mij wordt hij dan best wel goed roze, omdat ik echt wel een hoge pH-waarde heb. Dus ik vond hem echt wel heel erg fijn. En ook, ja, hij zag gewoon echt heel erg mooi uit. Dus ja, daar was ik heel enthousiast over. Dan gaan we door naar het laatste product. En dat is een oogschaduwpalet. Dit is het Seductive Dream Palet van Fab Factory. Dit is een 80 Color Beauty Palet. Kom bij de Action vandaan. Op de achterkant zie je ook nog weer eventjes de kleuren staan die erin zitten. Heel mooi. Deze palettes die hebben eigenlijk aan de binnenkant een tutorial staan. En dan is dit de, zijn dit de kleuren die in het palet zitten. Het zijn shimmer kleuren, het zijn matte kleuren. Ik ga nu weer eventjes een paar voor je oppakken, zodat je een ideetje hebt wat het doet. Ik was heel enthousiast. De pigmentatie is echt heel goed. Ik heb het idee dat hij ook weer ergens een doek van gaat zijn. Kijk, dit zijn de kleuren. Ze zijn echt wel heel erg mooi en intens. Er zit ook een soort lichte kleur in. Die kan ik wel eventjes laten zien. Ik heb hier nu zelf niks mee gedaan. Maar die is ook wel heel grappig. En die heb ik al in meerdere paletten voorbij zien komen. Dat is deze. Ik geloof dat dit paletten is nog geen 5 euro. En ik was echt wel heel enthousiast erover. Ik ben gewoon echt groot fan van deze palettes. De pigmentatie is vaak goed. Ik vind ook dat je leuke kanten op kan met de kleuren die erin zitten. Je kunt lichtere ooglooks maken. Ook zeker wat donkerdere ooglooks. Dus ik vond het echt wel heel erg leuk. Het is natuurlijk leuk dat er zo'n tutorial in zit. Voor mij niet echt nodig natuurlijk, want ik weet het inmiddels wel. Maar als je net begint met make-up is het natuurlijk ideaal. Dus ja, ik was heel enthousiast over dit paletten ook. Nou, dan waren dit al mijn favoriete producten van september. Leuk om altijd ook weer even terug te zien. Omdat je sommige dingen al begin van de maand zeg maar probeert. En dan weet je niet zo goed weer wat erin zit. Van dit paletten komt ook nog een losse video online. Ik weet nog niet precies wanneer, maar hier heb ik dus nog een video over gemaakt. En ook over de Cute & Shell collectie komt nog een video online. Want daar heb ik ook een video over gemaakt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste product vond wat ik heb uitgetest. En waar je eventueel benieuwd naar bent. Misschien heb je zo'n product al wel eens geprobeerd. En ben je net zo enthousiast als ik of juist totaal niet. Dat kan natuurlijk ook, want smaken verschillen. Laat het zeker even weten bij de comments. Want dat vind ik altijd leuk om te lezen. Ik ben in ieder geval blij dat alles weer lekker naar mijn stash toegevoegd kan worden. En dat ik het lekker weer vaak kan gaan gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!